Welkom. We gaan een opklapbaar bed maken. En niet zomaar een opklapbaar bed. Want opgeklapt kan dit bed gebruikt worden als kast en bureau. Multifunctioneel en ruimtebesparend. Ideaal dus voor studentenkamers, logeerkamers en kleinere appartementen. Voor een goede voorbereiding heb je een aantal dingen nodig. Je hebt namelijk dit gereedschap nodig en deze materialen. Zaag de platen en balken in de juiste maat. Liever niet zelf zagen? Ga dan langs de dichtstbijzijnde Praxis Bouwmarkt en laat het hout helemaal gratis op maat zagen. Laten we starten met het eerste kastdeel. Boor de lange planken voor en schroef deze vast aan de korte planken. Lijm vervolgens de plaat vast aan het frame. Boor voor en schroef de plaat vast om het geheel stevig vast te zetten. Boor voor en schroef drie kleine balkjes vast aan de lange balk. Gebruik vervolgens lijm en schroeven om deze lange balk aan het kastdeel vast te maken. Tijd om het tweede kastdeel te maken. Boor ook hier de lange planken voor en schroef deze vast aan de korte planken. Plaats de latten in het frame. Markeer aan de binnenkant van het frame waar de lat bevestigd moet worden. Gedaan? Dan kun je ze nu vastschroeven. Plaats als laatste de lange lat 30 cm vanaf de bovenkant. Lijm de randen van de latten. Leg de plaat erop en druk deze goed aan. Nu nog even de plank aan de binnenkant van het frame vastschroeven. En voilà, het tweede kastdeel is af. Door naar het bureau. Boor voor en schroef de drie balken aan elkaar vast. Doe dit niet één keer, maar twee keer. Bevestig twee scharnieren op iedere poot en schroef deze vast aan de kast. Plaats nu de pianoscharnier op de rand van het blad en schroef deze vast. Schroef de poten vast aan de kast en leg het blad op de ingeklapte poten. Schroef nu de pianoscharnier vast aan de lat. Nu begint het ergens op te lijken. Om van de twee kastdelen één geheel te maken, leg je ze beide op elkaar en controleer je of de randen goed aansluiten. Verbind als laatste de twee kastdelen met vier scharnieren aan elkaar. Nu heb je een opklapbaar bed. Tijd om de puntjes op de i te zetten. Werk alle schroefgaten weg met houtvuller en verf je opklapbare bed in je favoriete kleur. Plaats een handgreep en twee sloten aan de bovenkant van het opklapbaar bed. Plaats twee schuifsloten onder het bureaublad. Daar is hij dan, je opklapbed. Of is het nou een kast? Of misschien wel een bureau? Precies, het kan allemaal. Bekijk dit en andere stappenplannen op voordemakers.nl.